Hallo Lilo, Lilo, welkom terug. Ik heb mijn wc gevonden. Oh, ik heb de muur vergroot, stond hij buiten. Ik draai mijn camera om, ik heb mijn toilet gevonden. Dus bij deze, de toilet is terug. We waren bezig muurtjes te zetten. Maar de kamer hoeft niet zo groot te zijn. Of de slaapkamer, want dan moet hij nog een douche in. Oh nee, 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 die past, nee, dan kan je wel wat korter en kleiner. Wank. Want dan komt de douche hier te staan. Klaar. Nu moeten we twee deuren hebben. Gaan we even kijken. We hebben deze deuren nodig. Die zijn groene voetafdruk. Boom. Ja, ik weet dat het zijn buitendeuren, maar het gaat hier om de groenheid. Dus in deze zijn groene eco-voetafdruk 2. Daarom nee, want we proberen zo groen mogelijk te worden. Moeten we een behangetje hebben? En ik weet nooit wat die Sims willen hebben aan behang. Je neemt het vampierenbehang elke keer in de slaapkamer. De badkamer weet ik wel. Omdat ik dat zelf zo mooi vind. Waar waren we? Oh, we zijn over. Oh, hier. Nee, dan moeten we deze hebben. Hallo, ik klik op deze. Dank u wel. Dat kan de computerkamer worden. Dus ja, we nu even in de muren erbij gooien. Ik tover ze zo uit mijn mouw. Echt. Boom. Dan ook een apart behangetje voor daar. Nee, behang. We zullen verven. Wat leuke verfpatronen. Volgens mij zijn het dezelfde als de bankpatronen. Ik kan me vergissen, maar. Nou ja, bijna. Yep, okido. Dat wordt de keuken. Nee. Oh, ik moet een muurtje trekken. Ho, ho. Ja, ik zou de keuken die doen. Ja, ik kan hem dan nog verzetten als het nodig is. Zo. We hebben geen eetpatroon hè, voor de keuken. Ga nou naar de behaar. Oh, we zijn bijna aan. Lama. Er is niks keukenachtigs. Nou, dat zijn zeilscheepjes. Er is geen gereten. Tegels. Ah ja, waarom niet? Poef. En dan de woonkamer. En die gaat in hout. Waarom was die met het voetafdruk? Groene eco-afdruk. Nee, deze. Een warme kleur. Bang. Bimromski. Hey, we hebben toch ook nog een radio? Van de. Oh, televisie. Oh nee, die zat. Nee. Die zat op het dak. Dus deze kan. Oh, daar zit hij in de tas. Of heb ik die radio niet mee mogen nemen? Jawel, hier. En die pleuren we hier naartoe. Zo. Ik weet nog even de deuren maar, anders gaan ze zo meteen janken dat ze er niet in kunnen. En dan zeg je, ga eten. Ja. En jij moet denken, waarom? Omdat er geen deur in zit. Ja, dat is de keukendeur, hè, met het welbekende uit eten, hè. Dan komt er hier een en dan komt er hier een. Ik zal hier ook een deur maken, vooral voor de wc, dat ze pop, pop, pop via de slaapkamer naar de wc kunnen. Niet ideaal, maar voor nu moet het even. Oh! Nee! Die.
Zo, of omdat ze als ze zo moe zijn. Zo, genoeg deuren. Nou, dan is de boel aangekleed. Kale keuken alleen, maar goed. We vinden het maar niet, hè. We vinden het maar niet, hè. Ja, dan denk ik dit ook even beter aansluiten. Hier ontbreekt alleen nog een douche, de aanrechtkastjes. Prima. Nou. Die is aan het computeren, die heeft niks aan het doen. Kan je hem repareren of moet hier ook een monteur voor komen die hem niet kan repareren, maar je geld in berekent voor het niet repareren? Ja, vergeet ik weer mijn weg. 10 minuten, ja. Nou, dan wordt deze 40 minuten. Eentje, we moeten niet aan, mag ik niet aanmaken. Kijk, jij hebt hem gerepareerd. Nou, ga je lekker aanzetten. Kun je dansen? Wordt je plezier weer beter? Ja, je bent bijna helemaal leeg. Dus. New Age. Staat die tafel ver? Zo, jij kan... Oh, andersom. Hier toe. Kedenks. Dus jij bent goed. Dan gaan we nou weer eens een keer met jou proberen. Of gewoon in een leren. En mijn naam is Pinda. En mijn naam is Pinda. Zijn we het voor de Sims Cupcake zijn. Nee, ja, we gaan niet mee. Kom op, Matt. Laat je van je beste kant zien. Een nieuwe dag, een nieuwe kansen. Dat is rap.
Weinig. We gaan zo meteen even lekker recyclen. Sinds lange tijd eindelijk weer mijn Duke Nukem teruggevonden. Ik heb het spel in 2011 gekocht, Duke Nukem Returns, de Elite Version. Maar ja, ik kreeg in ik heb in Duitsland gewoond, stond het in de kelder in een doos. Waterlijn van de buren brak, kelder onder water, hele doos kapot, dobbelstenen waren niet meer goed, de kaarten waren niet meer goed, de map was niet meer goed. Het beeldje nog wel, de cd ook. DVD. Dat was een mazzel. Ik heb nog nooit in een LP zo lang moeten spelen om mijn huis compleet te krijgen. Maar dat duurde net 1 à 2 afleveringen. Nou, alles is gedaan. Je kan naar je bed gaan, maar je gaat eerst voor werk zoeken. Je zal nu heel wat beroepen kunnen zien en veel zijn er ook add-ons van. Oh. Wat zal ik jou laten worden? Stuur dat lijkt me wel wat voor je. Charisma-vaardigheden 2. Dinsdag. Morgen. In Wouw. In Simland.
Mocht je interesse hebben om haar te downloaden. Dat is heel makkelijk. We gaan in de galerij. Dan typ je in. Katik. Mee. Want zo is ze bekend. Daar heb je dat. Ik heb al een buitje aan de gesleuteld. Figuurlijk dan. Maar met al die skills hoogte. En zo heb ik haar daar gehaald. Heb je er last van? Geen slaap. Oh, waar zouden we nu eens heen gaan? Daar. Ik heb zelfs dit een keer gesloopt, heb ik er een woning neergezet. Ik heb het nooit gedaan en ik denk, hoe kijk ik daar aan wonen? Want het is best. Je moet eerst een café op privé zitten. En dan kan je bouwen. Ga je even recyclen. Nou, wie werd het cycle, want hij gaat altijd naar de dingen. Lily Feng.
Deze heb ik ook een keer plat gewalst. Want als plat gewalst, hier heb ik een huis uitgebouwd. Zo even die wc's verwijderd. Je hebt zo dat hele groene strook heb je voor je eigen. Het was eigenlijk een park met het mijn gedoe. Dan had je er al een recycleapparaat bij. Al dat faal in je tas wat je kon recyclen. En dat is heel wat. Ja, Future Cube, hè, ja. Hey, dat is bij ons. Ja, te gek. Nou ja, die gaat weg. Deze voor in de plaats. En deze. Maar ja, moeten we een weekje wachten. Want ik kan het volgende doen. Is hier al wat? Hier. Nee, niet enter. Shift. Eigenlijk te veel. Maar is het misschien nog half vol. Ah, een bad. Ze vinden echt waar weinig, zeg. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is echt ongelooflijk, hè. Wauw. Oh, wauw. Laten we zien nog een hele grote smok. Kijk hoe groen het nou is geworden. Ja, een en al groen. Is er nog wat? Ineen geklemd tussen de gewoon. Wat voor toekomst? Ja. Het is nou helemaal groen. Je hebt hier heb je nog een beetje. Sorry. Deze moet nog groen worden en dan is het helemaal groen. Helemaal. Fantastisch.
Nou, wat zullen we vandaag krijgen? Ah, dan is de container leeg. Ja. Want ze gaat in de keuken eten. Nou, even twee. G. Die strepen. Een douche! Oh, dat is de keuken. Pardon. Nog een douche. Nou, de badkamer is nu klaar. Is al wel lekker, ja. Ah, vervangen. Dat mag ik wel. Het is nog 440. Nou, alleen nog keukenkastjes, een eettafel, stoelen. Maar, die kan ik ook zelf maken. Als ik... Nee, jij niet. Jij. Oh, maar jij zit in bed. Nou, die gaat er maar. Fabriceren. We kunnen nog geen stoelen, hè? Nee, en geen tafels. Maar ah, een paar vloerkleden. Ach, zwaard. Oh. 0. Fabriceren. Want als het er helemaal voor staat, kan dat niet meer. Doe maar wat eco-upgrades. Want dan kan je mee upgraden. Daarom zit ik daarna voor stil, want ik kan ik er genoeg geven. Zo. Ga je gang. Want anders, als ik het nou zou doen, kan ik gelijk verf kopen. Daarom heb ik het zo gedaan. En hopen dat hij niet die storing gaat, dat ze erin wordt getrokken, want dan kun je weer opnieuw beginnen. Het is de eerste keer dat ze het doet, dus ik denk het niet. Dat is een soort 3D laserprinter. En dat ding gaat zo meteen naar binnen. Als ik ruimte heb, want anders gaat die tinker gaat hier komen en die gaat hem gebruiken. Dat vind ik op zich niet erg, maar als hij stuk is, kan ik het betalen en het wel samen gebruikt. En dat gaat niet op. Dat gaat niet op. Of ik leg een hekwerk neer. Ja, ook dat wordt in je F2-tas gestopt. Als je daar gewoon in je inventory wordt gedaald. Ja, oh, daar gaat ze. Oftewel, één upgrade part mislukt. Maar je krijgt wel gelukkig je spullen ervoor terug. Dat scheelt.
Als je dat nou niet te vaak achter elkaar doet, vind ik het niet erg. Maar laatst had ik het maar achter elkaar. Ze was er net uit, werd ze er weer in getrokken. Ze was er net uit, werd ze er weer in getrokken. Ik werd er helemaal gek van. En ze had die upgrade pass nodig voor het werk wat ze deed. Want ze was veel manager? Zoiets. Oh, jullie staan nog steeds stil. Sorry. Nou, gaan we dat kleed even neerleggen. Badoe. Ah, ze is beduust. Hij is volgeslagen. De fabricator is in een opstandige bui verdragen. Maar wanneer is hij dit niet? Maar kon je alweer wat nieuws fabriceren? Nee. Ik moet nog een kleed hebben in de slaapkamer. Oh, er staat een pauze, sorry. Ik denk van, beweeg ze niet, ze hebben toch vrijheid gekregen, maar... Nee, maar staat een pauze. Nou ja, dat niet. Oh, nog 1 minuut. Misschien dat ze nog net op tijd het kleed af hebben. Het rode, baksteenrode kleed voor in de slaapkamer. Wat is een spook? Wie je weet niet zit. Kijk de mangoboom! Maar nog geen pluktijd. Knoflook wel. Hey, dat is uw job, tante. Het is even alles oogsten. Ben je er gewoon mee gestopt of heb je hem afgemaakt? Nee, ik heb hem afgemaakt. Dus leg alleen nog even deze in de slaapkamer. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot in mijn volgende video. En doe rustig aan tijdens de COVID-19. Dank je voor het kijken.